Raoul is dit jaar op spectaculaire wijze de finale van Holland's Got Talent binnengekomen. Niemand kan twijfelen aan zijn muzikale talent, maar of hij kampioen kan worden valt nog te bezien. Maar zelfs als hij uiteindelijk niet wint, is dit nog steeds een grote verandering in zijn leven. En wie weet ziet het publiek in de toekomst een nieuwe beroemde ster? Veel mensen zijn benieuwd naar wat voor leven Raoul Nooijen heeft. Nu vertelt Raoul over zijn leven voor de finale. Het leven is op zijn kop gezet. Hij is winkelmanager van een sportwinkel en heeft gemerkt dat veel mensen binnenlopen en met hem op de foto willen. Ook op straat werd hij herkend. Het is leuk, maar het is even wennen. Eigenlijk weten niet veel mensen dat hij zo goed kan zingen. Eén keer zong hij in de kantine en kreeg veel complimenten. Die mensen hadden nogal wat alcohol bij zich, dus hij wist niet of het waar was. Hij begon vaker covers te zingen en ging met een goede vriend naar een kleine studio. Zijn doel met Holland's Got Talent is het overbrengen van een boodschap. Hoe slecht je je ook voelt, er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Hij kreeg veel feedback van mensen die er kracht uit haalden. Zijn doel om anderen te helpen blijft bestaan, maar het tv-programma heeft ook een ander doel gecreëerd. Geld verdienen met zingen vond hij geweldig. Er zijn mensen die met je willen samenwerken. En tijdens de auditie bleef hij zich afvragen, waar ben ik aan begonnen? Gelukkig hoorde hij gejuich bij zijn eerste stap in het licht, waardoor hij zijn kalmte verloor. Overigens waren er niet alleen maar positieve woorden na het optreden van Raoul. Op sociale media is er discussie over zijn Engelse uitspraak, die behoorlijk slecht is. Naast werk en zijn ontluikende zangcarrière heeft Raoul nog een andere hobby. Hij voetbalde jarenlang op het veld in de omgeving van Den Bosch. Ook in het voetbal kende hij ups en downs. Hij was een getalenteerde zaalvoetballer en speelde voor Jong Oranje, maar ik liep een open breuk op. Uiteindelijk heeft hij zich teruggevochten en nu voetbalt hij in de Eredivisie. Hij houdt van het spel en hoopt het nog lang in elkaar te zetten.